Ja, het zijn weer hele bijzondere prestaties. Hè. Je moet je voorstellen, jonge kinderen, 8, 9, 10, 11 jaar. Die zijn spelen, die gaan naar school. Maar dan gaan ze toch een collecte houden. Of een Oekraïns kind, wat als vluchteling hier is gekomen. Daar gaan ze mee spelen. Ik bedoel, dat hoef je ook niet te doen. Hè. En dat doen ze wel. En ik vind het wel heel erg bijzonder. Zo helpt de 12-jarige Haley Teunissen met de activiteitenbegeleiding in een verpleeghuis. Voor sommige ouderen is Haley het lichtpuntje in de eenzaamheid. De 12-jarige Bien van Dungen gaat geregeld langs de deuren om geld in te zamelen voor onder meer de dierenbescherming, Jantje Beton en de kinderpostzegels. De 7-jarige Iker van Meel haalt regelmatig lege flessen op om de opbrengst hiervan te doneren aan de voedselbank. Ook zet hij zich in voor de oorlog in Oekraïne nadat vluchteling Kira en haar moeder naast Iker kwamen te wonen. Hij nodigde hen uit om te komen eten en probeerde Kira te betrekken bij hun dagelijkse activiteiten, ondanks dat ze niet dezelfde taal spreken. En de 11-jarige Sil van de Kerkhof liet de afgelopen 3 jaar zijn haar groeien om te doneren aan Stichting Haarwens. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die hun haar door kanker verliezen een pruik op kunnen zetten. Sil werd af en toe gepest vanwege zijn lange haar. Toch heeft hij doorgezet en uiteindelijk 35 centimeter haar gedoneerd. En heeft u misschien nog tips voor andere kinderen hoe ze zich kunnen inzetten voor de medemens? Weet je, ik vind dat fantastisch als je 8 of 9 jaar bent. Kijk ook terug hoe ik zelf was. Dat je gewoon uit jezelf iets gaat doen. Aan een collecte gaat meedoen. Of in de buurt allerlei troep gaat ophelpen. Of iemand gaat helpen in het verpleeghuis. Of met kinderen die hebben moeten vluchten. Hier gaat helpen. Ik zou zeggen, doe het vooral uit jezelf. Je moet niet verplicht dingen gaan doen waar je niks mee hebt. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk kind in principe een ander graag wil helpen. Je wilt toch ook met een ander spelen. Je wil geen ruzie met een ander. Nou, daar begint het al mee.